Ik heb hier de Bose Soundlink Mini 2. Een Bluetooth speaker. Met la. Er zit een la in de verpakking. In laatste som. Europese stekker. Kabeltje. Adaptertje. En? Het voelt als een klein krachtpatsertje. Hij heeft een flink gewicht. Oh, ja. Zou die al wat prik in zich hebben? Zou die het gewoon doen? Zullen we het eens proberen? Nee. Hij staat nu op het laadstation. Een soort docking station. Wordt hij niet lelijker van? Wordt hij zeker niet lelijker van. En het is een praktische plek, zodat je altijd weet dat je batterij opgeladen is als je hem een keertje ergens mee naartoe wil nemen. English. To select English, press and hold the multifunction button. Welke is de multifunction button? Ready to pair. Ready okay. to pair. De mevrouw geeft uitleg. Handig. Ja. Bose Mini 2 Soundlink. Koppelen. Connected to test hub. Dit is wel de snelste koppeling die we ooit gedaan hebben. Bose Mini 2 Soundlink wil toegang tot mijn contacten en oproepgeschiedenis. Voor wat hoort wat? Ik zou zeggen nee. Heeft ze niks op te zeggen, hè? Bon, we gaan een muziekje opzoeken. Heb je voorkeur? Move on up. Move on up. Hij staat hier vol. Ik vind het indrukwekkend wat ik hier hoor. Uit zo'n klein apparaatje is het redelijk indrukwekkend inderdaad. Nou, dat is de AUX waarschijnlijk. Oh ja, de AUX knippen. Ja. Uitstekend klein speakertje. Ja, dit is voor mij wel de nieuwe referentie. Tessenslag. We houden hem.